Ik denk dat ik wel krachtig ben in de duels, een goede interceptie. En dat ik gewoon stevig ben in de duels. En dan voor de rest probeer ik gewoon simpel te voetballen en gewoon mijn werk te doen. Ik moet zeggen, het is een hectische dag geweest. 'S Ochtends was ik nog bij Waregem, dan doorgaan naar de fysieke testen en dan direct doorgereden naar hier om nog de namiddagtraining mee te doen. Dus het is een serieus dagje geweest, maar ik ben blij dat ik hier ben en om nu de stage mee te kunnen aanvatten. Ja. Het gaat direct 24 op 24 samen zijn, dus ik denk dat ik wel snel geïntegreerd ga zitten in de groep. Ja. Ik ben blij dat transfer is afgerond en dat ik nu mij kan focussen op de voorbereiding hier en hopelijk een mooi seizoen tegemoet gaan hier. Het leek mij gewoon echt een goede stap voor mij. Het is een stabiele club, met veel ambitie wel. En ik denk dat ideaal is voor mij ook om nu die volgende stap te zetten. Om toch te proberen echt mooie dingen te verwezenlijken hier. En voor mezelf ook gewoon nog stappen omhoog te zetten naar een betere voetballer worden. Ik heb ondanks mijn jonge leeftijd inderdaad ook wel al wat matchen op de teller staan. En ook al ervaring gehad met aanvoerderschap inderdaad. Ik denk dat ik wel de nodige ervaring ook kan bijbrengen aan deze ploeg. Ook al ben ik qua leeftijd nog vrij jeugdig. Bij de jeugd was ik ook wel regelmatig kapitein. Ik denk dat ik inderdaad van nature wel een beetje een leider ben en leiderschap in mij heb. Ik hoop gewoon dat ik denk dat als centraal verdediger ook nodig is om een beetje de ploegmaats voor u te sturen. Ik denk dat er al verschillende transfers gedaan zijn. Mooie transfers. En ik denk dat het nu gewoon de zaak is om in de voorbereiding te zorgen dat die transfers ook ingewerkt worden in de ploeg. En dat er echt een ploeg op het veld gaat staan vanaf de eerste speeldag. Dus ik denk dat de start dan alles bepalend zal zijn. Als je dan direct een goede start kunt hebben, dan kun je een mooi seizoen tegemoet gaan. Ja.